Yo, kijkers van Online Games, van harte welkom terug bij de groepsfase van UEFA Europa League tussen Ajax en Olympique Marseille. Jongens, Ajax zit in groep B van Europa League. De nummer 1 gaat natuurlijk uiteraard door, nummer 2 trouwens natuurlijk ook. Maar als je eerst wordt, dan ga je naar de laatste 16. Word je 2, dan moet je een tussenronde spelen tegen de nummer 3 van de Champions League. Ik zie dat Ajax best wel groepswinnaar kan worden. Nou, Marseille is ook wel moeilijk. Maar ze hebben ook Brighton en AEK Athene. Daar speelt Ajax eigenlijk in. En we zullen zien. Ajax in de Europa League. De laatste paar jaar spelen ze telkens allemaal Champions League. En nu is het keer Europa League. We zullen het zien tussen Ajax en Olympique Marseille. Goed. We zullen zien. Eerst even deze fixen. Ik weet niet of de opstellingen zo kloppen, maar dat maakt het wel. Het gaat maar om het idee, weet je. Goed. Dan zijn we Ajax in Europa League. Geen Champions League. Welkom vanuit Europa League. Amsterdam Zuidoost. Schitterend voetbal weer is. Het dak is open en dat is goed nieuws gezien de wedstrijd die hier in de Johan Cruijff Arena op het menu staat. Wij, Jeroen Gutter en ikzelf, Siert de Vos, zijn uw hoop in bange dagen. Ga kijken naar hopelijk een mooi duel. Dit is Ajax tegen Olympique Marseille. Ja, er staat misschien niet veel op het spel vandaag. Maar het is wel een mooie graadmeter voor deze elftallen. Namen worden omgeroepen. Vandaag stuurt de coach van Ajax deze Julian Lat, die is natuurlijk geblesseerd, maar ja, alsnog. Wijndal, Hatu, Kaplan, Rensch, weet niet of ze er allemaal zijn. Zwak zijn. Taylor, Klaassen, Alvarez, Sidel, op de bank wel, Dusan Tadic, die is wel weg. Bergwijn, Brobby en Kudus. Brobby is er wel nog, Kudus is er wel. Bergwijn is er ook nog. Dus dat klopt wel allemaal. Dit is hoe Olympique Marseille vandaag speelt. De doellijn. Lopez. Onderlet. Balade. Gijot. En Bemba. Dan hebben we Kovacic, Vreetoet, Rongier, Klaus. Voorin staat Molunas, Siki, Under. En dan hebben we voorin Sanchez. In het seizoen 1992-1993 werd de Europa Cup 1 vervangen door een nieuw toernooi. De Champions League. De eerste ploeg die de titel in 1993 pakte was, onder leiding van Raymond Goethals, Olympique Marseille. In de finale werd AC Milan verslagen. Dat was in Bari, in dat stadion. Dat lijkt op een soort van UFO. Ajax Olympique Marseille is begonnen. Groepsfase UEFA Europa League. Om 2:30, klassieke tijd. Daarom, ik zorg ervoor dat ik dan precies ook op die tijdstip de wedstrijd wordt gespeeld. Hij pakt die bal op eigen speelhelft. Is volop in de zon. Klaassen. Direct druk zetten, dat werkt hier. Rudy, goeie redding. En technisch perfect gedaan door de keeper. Korte corner. De voorzet wordt gegeven. Alexis. Kolasinac. Het fluitje en de bal gaat penalty. Penalty. Er komt een penalty aan. Hens, ja. Misschien moet je dat toch dan gaan uitzetten. Die hensballen in het strafschipgebied. Nou, dit moet hem worden. Hier komt de openings. Maar gepakt! En dit is een terechte. Die komt niet eens in de buurt. Misser. Zeker. Het was geen penalty. Wijndal. Klaassen. Er is een team. Klaas heeft de ruimte. Ajax verliest de bal. Alexis Sanchez. Een dag. Ja, dit zou wel eens gevaarlijk kunnen worden.
Alexis. Under. Alexis. Weggewerkt, maar Rudy heeft hem. Ze heeft eigenlijk het wel toch wel moeilijk hoor. De bal komt voor het doel. Kom al, dat zit de keeper maar nog net goed bij. Wordt schuldig zijn gebleven. Ja, maar deze doelman dus niet. Dat is een hoekschop. Niet voor het doel, maar kort gespeeld. Oost, weggewerkt, zich gepruts. En zo wordt het gevaar bezworen. Ja, als je Interzijds op het veld gooit, dan wordt de wedstrijd even een kwartiertje gestaakt. Als je zo gaat dribbelen, dan moet je uitkijken hoor. Dat staat net omroepen. Kuus. Kuus. Maar wordt geblokt. En misschien een counter. Helemaal ruimte. Marinovski. En nu snel schakelen. Rulli. Maar hij gaat ernaast. Stekende counter. Maar die afronding valt tegen. Absoluut zie het. Maar het toont wel aan hoeveel snelheid ze in de ploeg hebben. Dat was een grote kans voor Olympique Marseille. Dat was eerlijk gezegd misschien wel de tweede mogelijkheid. En hier komt mogelijkheid 3 aan. Maar Ajax verdedigt dit keurig. Lekker om daar die bal te pakken. En dan komen ze weer. En wegkans, Fucci. Hij had de openingsgoal kunnen maken zo. Ja, ze heeft eigenlijk geen kans. Ik bedoel, ja. Ze hebben vorige keer gelijk gespeeld tegen Excelsior keer. Gelijk gespeeld tegen Fortuna, verloren van de returnwedstrijd om de Europa League in te komen. Dus ja, echt lekker gaat niet. Ze spelen nu tegen FC Twente dit weekend. Bergwijn gaat door, Bergwijn. Bergwijn niet! Pau Lopez. Eerste serieuze actie voor Ajax. Bergwijn met de corner. Voor het doel gebracht. Kom al, niet goed genoeg. Hato. Blokkeert die bal. Er ligt een counter op de loer. Marinovski. Wijndal verdedigt goed. Spelen pakt de bal af met een mooie sliding. Kaplan. Klaassen. Klaassen. Kudus. Terug naar Klaassen, dat is de bedoeling. Maar die bal komt daar niet aan. Malinowski. Kudus. Die tackle leidt tot een inworp. Veretout. Alexis Sanchez hier. Olympique de Marseille richting vijandelijk doel. Nee, de tegenstander. Ajax heeft de bal. Klaassen. Klaassen nog een keer. Daar komt Olympique met Alexis. Alexis. Een Kaplan wint het duel. Klaassen. Overtreding. Vrije trap voor Ajax. Rens. Het is een goede kans. Cengiz Under. Marseille. Avaras. Dit is een mogelijkheidje. Weer het doel. Bal Klaassen. Andere partij. Rens. Dribbelt verder richting doel. Kudus. Brobby, Brobby. Het is 1-0 voor Ajax. De 0-0. 38e minuut. Ajax leidt. Ja, hij wordt daar enorm op de huid gezeten. Ze maken het hem verschrikkelijk moeilijk, maar het helpt helemaal niet. Hij werkt er wel alsnog in. Het eerste doelpunt is gemaakt.
De stand is 1-0. Malinowski. Zo heeft Ajax eindelijk een doelpunt gemaakt. Alexis Sanchez nu. Maar Olympique Marseille had ook wel wat kansen. Maar voordat maar ook zij maakte het niet af. Is de bal alweer bij de tegenstander. Voor Ajax begrippen hebben de Amsterdammers eigenlijk maar weinig de bal in de ploeg vandaag. Maar doelpunten zijn belangrijk en een balbezit. En wat dat betreft, Alexis, moet ik zeggen, boeren ze hier prima vandaag. Kaplan. Verlies het duel. Bal gaat uit voor een inworp. Maar ingooi voor Ajax. Hato. Kudus. Kudus staat tussen een aantal man. Daar gaat Brobby. Brobby! Niet Paulo Lopez redt. Ja, nu zit er een keeper tussen. Nog een minuut voordat de eerste helft voorbij is. Nog eens scoren. Bergwijn. Bergwijn neemt hier de corner. Daar komt de tegenstander. Hato wordt geduwd. Maar hij probeert tot de shot. Als er ook een penalty eruit komt. Ideale gelegenheid om uit te lopen. Klaassen. Die gaat er wel heel hard in. 2-0 Ajax. Hij heeft stalen zenuwen, want hij mikt hoog, hè, maar hij neemt hem echt. Heel hard, 2-0 Ajax. Kan er niet bij, bal in de kruis. Eerste 45 minuten hebben we gehad. We gaan rusten. We gaan rusten bij een 2-0 voorsprong voor Ajax. De prestaties van deze speler op de voet al weken. En deze cijfers laten maar weer eens zien waarom. Jeroen, hij is lekker. Klaassen. 2-0. We gaan lekker door met de tweede helft. De godenzonen gingen rusten met een voorsprong. Ik ben benieuwd wat de tweede helft brengen zal. Bergwijn. Ajax probeert het. Met Kudus. De kans nu uithalen. Kudus. Goede ingreep van de keeper. Paul Lopez redt. Goede actie van Kudus. Bergwijn. In het midden van de 16. De keeper hoeft zich nauwelijks in te spannen. Alexis. Taylor. Balverlies voor een pieke Marseille. Bergwijn nu gas geeft. Bergwijn. Wordt aangetikt, kaart. Ajax kan een vrije trap nemen. Geen kaart, daar kun je toch gewoon een gele kaart voor geven eigenlijk. Wijndal. Wordt voorgegeven. Een zwakke voorzet. De keeper brengt eenvoudig. Niemand raakt die bal nog aan. Klaassen. Hij krijgt hulp. Rens. Richting het middenveld. Ja, het is een goed balletje. 3-0 Ajax. Oh, heerlijk. Kudus, heerlijk. En de keeper. Dit is hoe Ajax voetbalt, hè. Doelpunt. Sommige spelers kunnen dat zo goed, hè. Een bal met veel gevoel en precisie voor het doel leggen. En die 3-0. Voorzet wordt uiteindelijk knap afgemaakt. Goed teamwork. Mooie goal. Eén team maakt hier de dienst uit. Het staat 3-0. Under. Ze laat Ajax toch wel zien dat ze wel kunnen voetballen. Bergwijn krijgt die bal zo in de schoot geworpen. Maar ja, het is het werkelijkheid. Ik bedoel, dit is gewoon, ja, dit is gewoon een game, weet je. Maar werkelijkheid moet ze het ook doen. Bergwijn. De bal is voor hen.
Olympique Marseille met ruimte op de... Klaus. Keeper komt ook. Dat keeper wint dat duel. Die steekpaas. Dat is goed gezien. Een goed uur gespeeld, nog een half uur te gaan. Heerlijk, Rens. Ajax. Kijk eens even, die kunnen vrij eenvoudig oprukken over de vloer. En daar zou je zeggen 4-0, maar je wordt flink overgetrapt. De volgende keer met wat meer rust afwerken. Zeker van deze afstand. Er gaat vers bloed ingebracht worden. Je moet gaan oppassen. Dat ging me net goed. Valentin Rongier. Jordan Veretout. Goede tackle op de eigen helft. De bal is weer in bezit. Klaassen. Ruimte voor de counter. Klaassen niet. Ja, nu zit de bal. Einde counter. Bas te veel vooruit gespeeld. Dat is ook niet goed. Goede actie. Het wordt wel een inworp. Alexis Sanchez. Olympique Marseille. Leed balverlies. Bergwijn wilt. Bergwijn krijgt. Maar ik kan hem niet goed aannemen. Twintig minuten. Het is nu een beetje stil hier in het stadion. Hij werkt de bal naar voren. Ja. Maar misschien dat Taylor wat gaat doen. Dat dan misschien wel iets moois. Gebeurt, dat gebeurde ook, maar geen 4-0. Ja, hij is er goed ziek van hoor. Dat die bal het aluminium raakt in plaats van in het doel terecht komt. Dus je kan Bergwijn het wel proberen. Technisch prima gedaan. Maar dat lukt ook niet. Nog binnen de palen. Goede kansen. Olympique Marseille had dan natuurlijk in de eerste fase toch wel wat redelijk wat kansen. Daar komt hij aan hoor. Strafje op gemist, een dikke kans gemist. En een eenvoudig blok. Zo hebben ze zichzelf moeilijk gemaakt, want zakte misschien wel makkelijk uit. Dan had je misschien op 2-0 voor kunnen staan. Net buiten bereik van de teamgenoot, dus een inworp voor de tegenstander. Mooi om daar de bal te veroveren. Malinowski. Een overtreding. Kan wel eens een kaart worden. Malinowski gaat neer. Geel. Geel voor die overtreding. Nou, dat was een flinke hoor. Ja, het is geel. Vrije trouwen na de plek. Under. Gaat hij het in één keer nemen? Het ziet er echt van wel. Het gaat in één keer! Daar maak je maar geen pakken. Probleem voor de doelman. Matige vrije trap. En hij pakt hem vrij eenvoudig. Hij pakt hem goed af. 10 minuten nog. Maar hij wordt knap verdedigd en de dreiging is verholpen. Het is goed gedaan, Kudus. Counteraanval. Kudus die wacht heel even om door te spelen, maar dat lukt niet. Verdedigd door Olympique Marseille. 8 minuten van de 90 te gaan. Ajax kan een vrije trap nemen. Zo liet Ajax aardig goed spel zien, maar het kan beter. Bergwijn. Steven Bergwijn. Die bal 4-0 komt niet. Paul Lopez redt. Zo heeft Ajax geen probleem met Olympique Marseille. Niet meer zo lang op de klok. Gaat de thuisploeg vandaag winnen. Ja, 3-0, prima. Eerste drie punten. In Europa League zijn er en hier kan dan een kansje komen. En dat alles gaat leiden tot een fraaie overwinning. Een donderdag speelt Ajax. Bemba.
AZ voor de Conference League. Dat betekent van AZ zit niet in FIFA. Hopelijk de volgende keer weer wel. Oh, dit kan een paal, maar er komt geen tegengoal aan. Maar misschien nu wel. Want er komt een penalty aan voor Olympique Marseille. Die gaat er wel in. 3-1. Toch een tegengoal voor Ajax. Voor vandaag. Ja, zo'n inzet is niet te stoppen. Onmogelijk. De bal in de kruising. Heel mooi genomen strafschop. Dat doe je als keeper. Dat betekent einde wedstrijd. En dat betekent ook het einde van de wedstrijd. Ajax 3, Olympique Marseille alsnog 1. Beslissende moment toegeslagen. Toen de marge. Zo had Olympique Marseille toch echt wel mogelijkheid om te winnen. In de eerste fase, eerste 20 minuten zeker kon doepen. Het had zelfs op 2-0 kunnen staan. Ze winnen het duel. Dat was misschien heel moeilijk geweest voor Ajax. Maar uiteindelijk is het dus 3-1 voor Ajax. We zien elkaar over 3 weken volgens mij weer terug met de Champions League en Europa League. Hopelijk in EA Sport 24. Dus eigenlijk FIFA 24 zeg maar. Dus hopelijk zijn jullie daar in ieder geval echt bij. Dit was eigenlijk de laatste keer dat je zo zag in FIFA 23. Wij zien elkaar over een aantal weken natuurlijk weer terug. Hopelijk zijn jullie echt daar ook echt niks. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. Vergeet uiteraard natuurlijk niet te abonneren als je dat natuurlijk niet hebt gedaan. We zitten op dit moment nu als je kijkt op 196. Maar kan zijn dat het meer is, kan ook niet. We zullen het zien. Kijkers, bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot over een aantal weken bij de Europese wedstrijden van de Nederlandse clubs. Hè jongens, mazzel!